3 december 2019. Maar Robert heeft het over Fernandes limonade, die groene, die rode. Die gele, ken je die nog herinneren? Fernandes. Ja. Hele zoete limonade. Jij? Ja, ja. Als ik ken die nog wel, ah ja. Ja. Maar Robert, Robert gaat kwi-kwi maken, is dat lekker? En pomtaier. En pindasoep. Wanneer maakt hij dat? Vandaag. Wil je dat gaan eten? Ik zou zien als ik durven ben. Maar ik ben niet lekker. Ik ben vergoeigd. Je hebt net gegeten. Ja, het is waarschijnlijk ook van de verspreken. Maar je hebt pijn aan je buik. Je hebt toch geen baby in je buik, hè? Maar kut. Nee. Ik heb alles direct dichtgesloten. Ja. Dus Robert krijgt geen broertje of zusje bij. Robert hoeft geen kinderkamer in orde te maken bij Jan. Nee, eigenlijk niet. Ruimte, jij kan ze ook wel, hè? Ze waren van plan, omdat ik hier kwam, was direct. Kwam een hele vis van vier. Moet ik mijn voeten erin zetten? Ik zeg, ik doe het niet. Nee, dat heb je goed gezegd, maar dan laten ze ook met rust. Ja. Kan jij me brengen? Ik zal Robert vragen of hij jou kan halen. Ja. Maar het wordt wel later. Wat ga je doen, zo? Dan kan je later pindersoep komen eten. Robert moet naar de keuring met zijn auto. Ja. Die auto van hem is helemaal wit van de ouderdom, maar... Mm-hmm. Ja, dat is een 80-jarige auto. Doen ze verwittingen, ja. Een mensenleven is dat 80 jaar wat zijn auto is. Rood, wat is dat wat jij hebt? Een T-Fort? Of een... wat is dat nou? Een spijker? Ah, oh, maar van panhard, ja. Nou, spijker was die eerste auto met 6-cilindermotor en 4-wielaandrijving. Dat is dus door Nederlanders uitgevonden. Oh, dat is nog wel, Robert schaamt zich voor dat hij Nederlander is wegens zijn slavernij, maar... Oh. Ja, die op mensen instikken, zoals in Amsterdam en Londen, noemen ze vanaf voor Wouter Chirurgen.